Ja, maar dan kan ik je appelen toch ook splitten? Ja, Echt dat niet. probeerde ik, maar dat lukte niet. Dat kan toch niet? Nee, dat kan ook niet. Oh, ja, vandaar. Ja, oké. Okay. Ja, weet ik toch niet. Godverdomme. Wat gebeurt er? Ik speel toch nooit Fortnite, man? Hij probeert een grappler in drie grapplers te veranderen. Nee, maar je krijgt toch. Nee, luister, je krijgt toch een stack van 10? Dan moet je toch kunnen splitten. Oké, hey, ik ga offline nu. Ik ga mijn hoofd slaan. Waarom? De video gaat niet meer door. Je krijgt 10 van die grapplers. Nee, je krijgt 1 grappler. Nee, 10! Het is een ah, stack van 10. Ik heel eventjes. Yo mensen, fijn dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video en vandaag gaan we hide and seek doen. Linda, Rick en Robin zitten allemaal verstopt in Chung Junction, dus hallo jongens. Hallo. Dus wat ik ga doen, ik ga hun zoeken in Chung Junction, de eerste die gevonden wordt moet gaan zoeken op Fatal Fields in het tweede potje. Dus zitten jullie een beetje allemaal goed verstopt? Redelijk. Jawel. Ja, jullie ja, zijn wel zich. Allemaal in Chung Junction, hè? Ja. Ja. Ja, we zitten allemaal op de Fortnite map. Oké. Dus ik kom eraan bouncen, hoppa, woehoe. En ik ga nog even bouncen, hoppa, en hallo. Nou, we gaan even eerst beginnen met dit huisje hier, want ik heb het gevoel dat ik hier al zit. Oh. Yeah, you never know, hè. Ik zag je net al. Hoezo zag je me al? Ja. Bones, hè? Oh, je zag me ook al. Ja, ik zag je. Hey Ryan. Ja. Ik zag jou ook al. Nee, dat kan niet, dat kan niet. Jawel, jawel. Nee, 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 dat kan niet. Zitten jullie ergens in de lucht of zo? Dat je me nee, 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 nee. Ik zit hier eerst dat huisje te doorzoeken. Want dit lijkt me een plek waar mensen zouden kunnen zitten. Misschien. Misschien even de kist openen hier. Ja, een heavy shotgun is goed voor op Rick te schieten en op Rowan. Nee, doe dat maar niet hoor. Nee? Nee. Oké. Nou, huisje gaat me toch niet vinden. Nee. En het huisje zit dus niemand. Zie ik. Dus we gaan even naar de buitenkant gaan kijken. Hoppa. Zit er iemand hier tussen de auto's? Nee. 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 Ik denk dat Linda echt sneaky ergens zit. Nee. Nee? Zit gewoon ergens. Je zit gewoon ergens. Heb je me echt al gezien? Ja, ik heb je echt al gezien. En ook. Oké. Wauw. Jij zit wel goed verstopt, Lin. Nou. Hier is ook een goede plek. Oh, ik zit vast. Ik heb hem weghakken. Goed zo. Zo kan je dat zien. Wie is dat daar? Nee, Ryan! Oh, Rick, serieus, Rick? Die plek was goed, ja. Ja, nee, ik zag je zitten. Ik had het eigenlijk al verwacht. Dus Rick mag zoeken op Fatal Field zometeen. Oké. Rick, hou je maar klaar voor straks. Ja, dat is goed. En hoe moet je dat houden? Nee, grapje. Ik hou mijn mond. Nee, grapje. Linda ziet me sowieso, hè. Oh. Nee, nu zie ik je niet. Schoot er nu iemand? Of was daar Rick die landde? Ja, ik was aan het landen. Oh. Ja, ik zie je. Oh, je ziet me. Ja, ik zie Rick. Oh, je ziet Rick. Ik zie jou ook. Ja, ik heb nog niet veel doorzocht. Ik heb natuurlijk Rick al gevonden, daar ben ik echt blij mee. Ik hoor iemand lopen. Hoor ik nou een lama schijten? Wat? Nee, dat is een gezegde. Als iemand zeg maar onzin praat, weet je wel? Ja. Ja. Wauw. Ik hoor iemand lopen precies, ik weet niet wat. Ik hoor ook iemand lopen.
Nee, maar echt serieus, ik hoorde iemand. Ja, ik ook. Ik hoorde de hele tijd iemand springen. Nou. Ik hoor nu iemand switchen. Of ja, ik switch je niet. Echt waar, ik vertrouw dit niet. Waarom hak je dat weg, Ryan? Maar iemand zit met tomaten te gooien of wat? Ah, dat is Kutdruk. Ik zat helemaal te denken van wat gebeurt hier? Je bent slecht, ja? Hier. Oh my god. Ik hoorde echt een geluidje, ik wist echt niet wat het was. Gooit hij met tomaten. Oh. Wat een man eigenlijk. Echt waar zitten jullie? Rico. Ja. Nee, maar goed. Ik geef je een tip, ik zag je net in het begin je bouncers gooien. Ja? Ja. Moet je ergens in het zuiden zitten. En Linda zag me heel de tijd, dus ik verwacht eigenlijk dat ze ergens boven bij de lama zit. Boom. Of Rowan zit daar, want jullie zagen me heel de tijd dingen doen. Ja. Maar misschien ook niet. Wie was dat? Wie was dat? Wie was er aan het editen? Ik heb hem even deze lama een upgradeje gegeven. Oh, het is een rood kapje. Oh, de grote boze wolf. Poep. Schrok echt. Ik wist niet dat hij achter me stond. Schrok je echt? Ja, want ik had de game uit zelf gezet en ik wist niet dat je achter me stond. Dus ik schrok. Wat erg. Sorry Linda. Niet erg. Die lama die kreeg ook wel gekke oren van. Maar ik had al vermoed dat je in die lama zat, want je zag alles wat ik deed. Maar Rowan, die moet ergens aan het begin zitten. Oh. Ja. Want die zag ook alles. Rowan, zit je te dansen? Nee. Of een ritme Sufis dansje, juist ja. Rowan, even een tapje. Buiten de randen. Buiten. Ik hoor nou iemand keihard lopen. You kidding me? zat hij echt in een bosje, joh. Nee, Rowan. Oké, dat maakt dus uit dat ik eerst Rick heb gevonden, dan Linda en dan Rowan. Dus Rick, jij mag gaan zoeken op Fatal Fields. Heb je er een beetje zin in? Ja, tuurlijk. Oké, ga jullie Fatal allemaal Fields vinden. We zijn aangekomen in Fatal Fields en Rick moet zoeken. Linda zit verstopt en Rowan zit verstopt, dus zitten jullie een beetje goed? Linda, ja, zeker. Oké, dus Rick, je mag komen. Oké. Het mag, maar het hoeft niet hoor, Rick. Nee, je mag ook daar blijven hoor. Ik kom toch wel even kijken hoor. Nou, ik zit niet echt zo goed verstopt, Rick, dus dat is wel één. Ik zie je al. Nee, dat kan niet. Oh. Nee, dat kan niet. Jammer weer, Ryan. Rick, niet dat huisje ingaan, hè. Oh, jij ziet me alweer. Zeker. Je ziet het al, Rowan. Ja. Niet dat schaam kapot slaan, dat zit ik niet. Ja, ik denk echt dat iemand in het maïs zit, dat kan niet anders. Nou ja, je kan het gaan omhakken. Succes. Ja, maar dat mag wel. Ja, ja? Je mag het wel weghakken. Of er iemand zit is de tweede. Ja, inderdaad. Waarom ga je nou de rode huis op? Jij ziet het wel heel goed, Rowan. Zeker. Precies een naap. Ik ga maar eens even in de schuur kijken. Nou zie ik niet, niks meer. Oh, nou weet ik precies welke kant jij zit. Oeh, de tips. Wordt er al iemand een beetje nerveus, of niet? Ja, nee, ik heb het hier eigenlijk echt wel relaxed. Oh, nou dat is heel mooi. Ik ben bang voor jou, Rick. Nee? Nee. Oh ja, Rick, ik zie je naast de zie je mij? Ja, je springt nu over een hekkie. En nu spring je er weer over. Kom ik nou jouw kant op? Nee, ik zou de andere kant gaan, Rick. Die kant? Ja.
En iets meer naar links, ja. Zo, rechtdoor. Ja. Ja. Dan loop ik zeker van jou vandaan, of niet? Nee, nee, ja. Nee, daar loop je goed. Misschien... Ryan, I fuck you! Goeie Ryan! Fuck you! Gaat hier binnen zit hij in een boom, hoor. Zoveel goede plekjes. Waar gaat Ryan zitten? In een boom. Oh, oh, oh. Ryan is dood, hoor. Eindelijk. Ja! Eindelijk, zal het tijd worden ook. Maar mag je ook bij de stenen zitten? In de bos bedoel je? Of... Ja, nee, de stenen, zeg maar. Bij de stenen zit niemand en in de bossen ook niet. Oké, dat is een goede tip, dankjewel. Dus maar je mag echt... best even bij de stenen kijken, Rick. Ja, nee, maar als daar niemand zit, dan... Wat is er? Nee, ik moet lachen omdat je de buur bent. Ik dacht, jij mag best bij de stenen kijken als jij stenen verzamelt. En ik weet dat je gek op stenen bent. Zit er echt niemand in het maïsveld? Nee. Er zit echt niemand in het maïsveld, oké. Okay. Nee, ik wilde het wel, maar ik weet het niet. Ik ben voor een iets klassieker... Die ging fout. ...topplek gegaan. Dat heb je niet gezien, Erik. Wat heb ik niet gezien? Die ampels. Nee, heb ik niet gezien, nee. Oké, dan is het goed. Ik hoor iemand. Nee, dat kan niet. Echt niet? Nee, dat kan niet. Ik hoorde iemand lopen. Ik ben aan het lopen. Wie zit er hier dan? Lekker Ryan. Goeie plek, man. Ja, dan bleef Linda nog over. Ja. Dus ik zoek Linda maar. Ik denk dat Linda ergens bij het water zit. In de water? Ergens, hè? In die water. In die water. Nou, in zit niet onder de steiger. Nee, die ga ik niet gebruiken. Nee, nou ja. Zit niet op. Maar ben ik al bij jou in de buurt geweest, Lin? Ik heb je al horen lopen, ja. Maar nog niet gezien. Nog niet gezien, nee. Maar kan je ook niet zomaar eentje drie zien. Ah. Oh, dat is wel een goede tip. Dat is zeker een goede tip. Nou Rick, wat denk je dan? Als je die tap weet? Aan het maïsveld. Ja, ik zie wel iemand de hele tijd op mijn minimap bewegen. Ja, ik ben die maïsveld aan kapot slaan voor Rick. Nou, één heb ik al helemaal omgehakt, Rick. Nou Rick? Ja? Wie hoor ik nou? Oei, oei. Zit jij misschien in het huis? Dat zou, dan kun je wel goed stoppen, denk ik. Ja. Nee. De genadeslag. Rick heeft ons allemaal gevonden. Ik heb jullie allemaal gevonden. Ja, Rick, moeilijk. Nee, ik vond het heel makkelijk dit. Oh, je vond het maar makkelijk. Ja, ik ben ook gewoon heel goed natuurlijk, hè? Oh, dus de volgende keer ga je het nog eens doen? Ja, natuurlijk. Oké, dan weet je dat voor de volgende keer. Ja, dat is goed. Dus, hebben jullie genoten? Doe zeker een duimpje omhoog. Laat sowieso weten waar je de volgende keer wil zien waar we je gaan verstoppen. Dus iedereen doe zeker een duimpje omhoog. En check Linda uit, check Rick uit, check Rowan uit. En dan zie ik jullie de volgende keer weer terug, mensen. Bye bye. Doei.